pas een pakje gehad van enkele Plantforce stalen en die wilde ik graag samen met jullie eens bekijken. Hoi, ik ben Elke van Veganistisch Koken. De staaltjes die ik ontvangen heb zijn eigenlijk drie verschillende dingen, dus ik zal ze één voor één even samen met jullie bekijken en ik ga ze natuurlijk ook eens proeven. Wat is dit? Dit is van het merk, is eigenlijk Third Wave Nutrition. En dit is de Plantforce Synergy Protein. Een eiwitpoeder, volledig veganistisch. Het is ook rauw. Dus het is op lage temperaturen gemaakt, zodat het rauw is. En deze is in vier smaken verkrijgbaar. Dit zijn de staaltjes. Dit is zo één zakje is één portie. Ik zag op de site dat je die ook zo kan kopen om het eens uit te proberen. Verder zijn deze verkrijgbaar in zakken van 400 en 800 gram. Dit is de natural. Dan heb je nog in vanillesmaak, chocola en de berry. Deze berry is de nieuwste. Dus dat zijn de vier smaken die daarin verkrijgbaar zijn. Dit is dus een eiwitpoeder dat je kan bijnemen als je bijvoorbeeld intensief sport en je extra eiwit wil voor spierherstel en spiergroei. Of sommigen die gebruiken ook zo'n eiwitpoeder als ze aan het afvallen zijn. Of sommigen juist als ze aan het aankomen zijn als extra tussendoortje voor zo wat meer binnen te krijgen. Deze zeggen dat ze kwalitatief heel goed zijn en lekkerder dan de meeste. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, dat dat daadwerkelijk zo is. Behalve rauw en vegan is het ook nog eens glutenvrij. Zo één zakje is 20 gram. Dus als je dan zo'n grotere zakje koopt, daar zitten dan meerdere porties in. En die meng je dan met 250 à 300 milliliter water, fruitsap of plantaardige melk. Dus ja, daar kan je mee kiezen. Of je havermelk, of sojamelk, of rijstmelk gebruikt. Dus dat kan je kiezen. Dus je kan die als shake gaan drinken. Maar je kan het ook gebruiken in je pannenkoekenbeslag. Hier staat ook bij voor ijscream of om te bakken. Dus bijvoorbeeld onder je brood dat je bakt, ga je daar ook van dat poeder in doen voor wat extra eiwitten bij te krijgen. Qua ingrediënten zie ik dat die vrij puur zijn. De eiwitten die komen hier van erwten, biologische bruine rijst en biologische hennep. En het is gezoet met stevia. En ja, de smaakjes zijn er nog aan toegevoegd hier. Cacao en vanille. Maar voor de rest zit er eigenlijk helemaal niks in. Dus ja, dat is goed dat het zo puur is en dat er niet zo'n hoop rotzooi in zit. Wat ik ook gelezen had, was dat deze, ja, ze zijn rauw. En heel het productieproces is ook in eigen beheer van dit merk. Waardoor dat ze de kwaliteit beter kunnen garanderen. En andere poeders worden vaak in bulk gekocht of stevig bewerkt. Deze zijn allemaal op lage temperatuur gemaakt, waardoor het rauw is, maar waardoor de kwaliteit ook veel beter zou zijn. En dat de smaak ook beter zou zijn, omdat die anders door de hogere processen bij rijsteiwitten zou die feller bitter gaan worden. En ja, dat hoor ik ook wel vaak van de rijst. Ja, eiwitshakes op basis van rijst, dat die vaak bitter zijn. Maar door dit proces dat trager is en op lagere temperatuur, zou die smaak niet zo bitter zijn. Dus die gaan we zo meteen eventjes uitproberen. Van hetzelfde merk zit hier ook nog een magnesium supplement bij. In twee versies. Dus eentje magnesium en eentje mag-osteo. Dus ook goed voor de botten. Dit zijn die met puur magnesium. Deze. Dit is de natural en deze is met passievrucht. En dan is er nog een tweede, mag-osteo. Dus daar zitten echt nog extra vitamine bij die goed zijn voor de botten. Dus dit is de lemon. En dit is de natural.
Bij deze met osteo zitten de volgende extra vitamine nog bij. Vitamine C, B6, K2, B12, veganistische D3, magnesium, kalium, zink en boorzuur. Dus die zitten er allemaal nog bij voor de goede botten. Dus ja, de natural en deze is met smaakje lemon en deze met passievrucht. Nu, hoe moet je die gebruiken? Je kan die in een mok doen met een beetje heet of kokend water. Kan je die daarin doen en dan gaat het bruisen. En als het dan opgelost is, kan je dat aanlengen met ofwel ja, verder met koud water of met thee. Een kruidenthee bijvoorbeeld. Of een sapje. Je kan het ook met enkel koud water doen, maar dan moet je het wel 20 minuten laten activeren voordat dat allemaal opgelost is. Dus ietsjes handiger om eerst warm water te gebruiken en het verder aan te vullen. Ik ga het proberen met ja, volledig water, dus niet nog thee of sap toe te voegen. Dus dat ga ik zo meteen even proberen. Qua eiwitpoeder ben ik het meest benieuwd naar die van vanille en chocola. Maar toch ga ik nu deze proeven, dat is de beste, omdat het de nieuwste was. Dus hier ben ik ja, dan ook wel heel erg benieuwd naar. Dus deze kan je dus mengen met water, fruitsap of plantaardige melk. Nu ga ik het met plantaardige melk doen. Ik heb hier rijst kokosmelk, maar je kan nog ja, havermelk of eender welke andere. Dus ik neem... Er staat 250 à 300 milliliter. Ik heb hier ja, ietsjes meer dan 250. Laten we de mooie middenweg nemen. Die ga ik nemen samen met zo'n zakje. Zo'n zakje is 20 gram. Dat is één portie. Maar ja, normaal koop je die dus in grotere zakken. Zo. Gaat allemaal in mijn beker. Dan ga ik het in een glas uitschenken. Voilà. En waar ik nu benieuwd naar ben, ik ga eens kijken binnenin. Alles is mooi uitgeschonken. Je weet misschien dat ik in een vorige video nog van die shake video's gemaakt heb met plantaardige eiwitten, plantaardige eiwitpoeder. En daar had ik dan altijd dat er zo nog wat van dat poeier aan de, ja, aan de shakebeker bleef hangen. En dan moest je dat toch nog eens eventjes doorroeren vooraleer het goed was. Maar deze, ik heb maar heel kort geshaked en er hangt niks meer in de beker. Alles ziet er mooi glad uit. Dat stond op de website, maar... kunnen zeggen wat ze willen natuurlijk. Het is ook wel daadwerkelijk zo. Alles is mooi gemengd. Nu heel benieuwd naar de smaak. Ja, ik heb nu wel de rijst kokosmelk qua melk genomen. Die is nogal ja, specifiek van smaak. Ja, als je niet van die kokosmaak houdt, ga je dat waarschijnlijk al niet lekker vinden. Hou je enorm van kokos, dan ga je dat sowieso al wat lekkerder vinden. Ja, daar kan je dus ook haver of zo voor nemen. Dat gaat wat neutraler van smaak zijn. Dus even proeven. Oh, die is echt lekker. Die is ja, alsof je gewoon een drankje aan het drinken bent en niet zo'n poedertje. Vaak heb ik bij die ander dat die nasmaak toch een beetje klef is. En dat heb je hier niet mee. Ik was ook een beetje bang voor de bessensmaak, omdat ik meestal niet zo van die... roze drankjes houd, daarom dat ik meer benieuwd naar de vanille of de chocolade ben. Maar ik vind deze zelfs al lekker, dus ik ben
er zeker van dat die vanille en chocolade, dat ik die dan zelfs nog lekkerder ga vinden. Dus dat ga ik ook nog wel eens proberen. Maar ja, eerst deze uitdruk ik, dan zo moeilijk allemaal tegelijk. Dus deze is alvast goedgekeurd. Heel erg lekker. Hou je van een bessensmaakje, dan is dit vast jouw ding. Je kan het dus ook met water doen. Maar ja, zelf vind ik het meestal wat lekkerder en smeuiger als je het met plantaardige melk doet. Dus ja, dat is een keuze die je zelf moet maken met wat. En je kan eens experimenteren. De één keer doe je het dus met water en dan eens met plantaardige melk. Dus dat kan je kiezen. Ik heb al enkele video's gemaakt met eiwitpoeier en tot nu toe is het echt wel de lekkerste. Behalve die video's die ik gemaakt heb, heb ik sowieso ook al wat andere geproefd. Want ja, mijn vriend sport veel en die drinkt vaak van die eiwitshakes. En daar heb ik ook al wel eens verschillende van meegeproefd. En tot nu toe is dit echt wel de lekkerste. Dit was ook gezoet met stevia en ik vind... Meestal heb ik, als ik zo'n drankje drink of iets eet met stevia, heb ik daar zo'n heel rare nasmaak van. Het is iets natuurlijk, maar ik vind het altijd een chemische nasmaak. En dit heb ik hier zelfs niet in gemerkt, dus heel bizar. En tenslotte deze ook eens proberen. Ik ga hier de passievrucht van nemen. Dat is de meest bijzondere smaak. Er zijn er twee neutrale bij en... Die osteo, die andere osteo is met lemon. Maar we zijn nu toch allemaal smaakjes aan het proeven. Dus laten we deze met passievruchten nemen. Dus ik ga eerst wat warm water nemen. En ja, dit dan daarbij oplossen. Voor deze moet je normaal een bodempje water nemen. En dat erbij in doen. En dan aanlengen met ja, koud water of ja, iets anders wat je wil. Je kan het ook met thee doen. Maar ik dacht, ja, als je het ook met thee kan doen, ga ik het gewoon volledig met warm water doen. En dan ga ik het zo opdrinken. Het was precies een bruistablet. Het borrelde nogal. Eens eventjes kijken. Ja, ik heb nu ook gewoon het water, omdat ik dan ja, de smaak van de vrucht die dat erbij in zit, is goed kan proeven. Ik ben sowieso ook wel gewoon om warm water te drinken. Dus voor mij is dat niet zo vreemd. En dat smaakje eraan is ook lekker. Dus ja, je kan daar ook nog een theezakje, een kruidentheezakje in doen. Maar ik vind het op zich zo wel lekker genoeg. Die zijn er ook nog met natural... Dus daar kan het misschien wel wat lekkerder zijn als je daar ook nog een zakje kruidenthee of zo bij doet. Maar die met smaakje en deze osteo is bijvoorbeeld ook met lemon. En deze is dan met passievrucht. Die vind ik dat er eigenlijk nog niks bij moet. Het kan zijn dat jij dat misschien wel vindt. Maar voor mij is dat zo voldoende eigenlijk van smaak. Een lekkerdere manier om magnesium in te nemen dan soms op andere manieren. Dus deze is voor mij ook goedgekeurd. Zo, ik heb heel wat leuke nieuwe producten ontdekt en leren kennen. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik het met jou even wilde delen. Zo leer jij ook weer wat nieuwe producten kennen. Laat het me zeker weten of je deze al kende of niet. Ga je ze misschien eens proberen. Ik zal sowieso ook de linkjes bij deze video zetten. Zodat je kan zien waar deze allemaal te bestellen zijn, mocht je ze ook willen hebben. En laat zeker jouw reactie achter naar welke smaak van dit alles jij het meest benieuwd bent. En ik hoop jou weer te zien in de volgende video. Bye!